Goedemorgen, het is vandaag maandag. Tijd voor een nieuw begin van de vlog. Ik ben op zal, want ik ga eventjes op mijn gemakje zomaar verzorgen. Beestjes thuis zijn natuurlijk al gedaan, as usual. Deze week staat in het teken van de elektricien en volgende week ook. Want hij komt echt alles qua stroom uit het huis halen en gaat dan alles helemaal opnieuw aanleggen. Nu is er van dat lala waar ik gedaan in huis heb ook al een paar keer kortsluiting gehad. En dat is natuurlijk hartstikke gevaarlijk. Dus het is tijd dat die komt. Dan krijgen we in ons huis nieuw stroom. Trimsalon krijgt nieuw stroom. Alle schuren krijgen stroom. En helemaal tot achter bij de dieren ook. Want daar is nou ook geen stroompunt. Dan zijn we eindelijk af van al die verlengkabels. En iets wat jullie niet weten is dat wij, ik denk een half jaar geleden of zo al bijna, kortsluiting hebben gehad in de keuken. Waardoor we in de keuken helemaal geen stroom hebben. Dus een koffiezetapparaat of zoiets in de keuken. Dat gaat hem niet worden. Zelfs als we een blender nodig hebben, moeten we met het hele apparaat naar een andere ruimte lopen. Dus het is echt heel erg fijn dat die man nu eindelijk kan komen. Hij heeft het hartstikke druk en hij is een van de betere elektriciens hier uit de omgeving. Dus we hadden zoiets van, dan wachten we liever wat langer. Dat we weten dat het fatsoenlijk wordt gedaan, dan dat we bij een of andere hobbyist terechtkomen. Dus we zijn heel blij dat hij komt. Maar voordat hij op de stoep staat, eerst even hier op mijn gemakje zomaar verzorgen. En dan thuis heel even het huis een beetje opruimen. En dan mag hij komen. Hij is om 10 uur en het is nu 6. Dus ik heb nog wel eventjes de tijd. Ik ga gauw mijn dagje beginnen. Ik ben weer terug thuis van de paal. Ik ben in de tussentijd ook even naar de winkel gegaan. Elektricia is druk bezig, dus ik ben even in de keuken hier met de hondjes, zodat wij allemaal niet in de weg lopen. Ik heb groente en fruit meegenomen van de supermarkt. Appeltjes, worteltjes, komkommer uit de tuin en banaan. Dat heb ik onder elkaar doorgemengd. Dat heb ik hier in een voorbakje van de hondjes twee prutjes gemaakt voor de ponies. Dan moet ik nog heel even het voorpakken van de schaapjes en dan is het tijd om de beestjes lekker te gaan verwennen. Dus dan ga ik hun dat even voeren. Neem ik de hondjes mee. Ik kan meteen daar alles even schoonmaken, het stalletje uitmesten, dat soort dingetjes. En dan kom ik terug naar boven en dan ga ik hier alle ramen lappen. Want als ik in huis bezig ben, dan loop ik in de weg. Stilzitten kan ik niet en stroom hebben we nu ook even niet, omdat de elektriciteit bezig is. Dus ik moet mezelf weer op andere manieren bezighouden. Het is 32 graden, dus ook niet echt een lekkere temperatuur om echt buiten aan de slag te gaan. Dus als ik de beestjes heb verzorgd, vind ik het wel mooi geweest. En dan gaan we gewoon lekker ramen lappen. Het is een rustig klusje in de schaduw, dus dat kan ik perfect doen. Maar eerst beestjes voeren. Duurt het te lang? Zal ik het komen geven, ja? Ja, heb je honger? Nee. Je hebt wel in je bakje, Nuggie. Wat is je bakje dan? Laat het zien. Oh, wat een lekker potje. Wat doe je nou? Oh, lekker koel. Bijna Nuggie, mijn baby. Oh, sorry jongen. Schrijf op je gezichtje. Nou, de elektricien is lekker druk bezig hier op de slaapkamer. Het is hier nou één grote bende, want we moesten deze muur even vrijmaken. Maar hij heeft net stopcontacten daar naast het bed. Daar heeft hij de bedrading in vervangen, want daar had de vorige eigenaar ook koper aangesloten op aluminium bedradingen. Want natuurlijk zorg voor flinke kortsluiting. Dus dat heeft hij gefixt. Hier aan de buitenkant van dit gat hangt onze stroomkas. Daar heeft hij ook al van alles in gerepareerd. Op zolder is hij bezig geweest. En nu gaat hij hier aan deze muur aan de slag. Hier komen nog meer stroompunten op voor ons tv'tje. De computer, de printer, internetkastjes, allemaal dat soort dingen. Dus hij gaat hier nu drie extra stroompunten maken. En daarna gaat hij hier in de woonkamer aan de slag.
die stopcontacten daarachter naast de tv, die zijn goed. Het zijn de enige twee goede stopcontacten. Die daar heeft hij ook gefixt. Daar is Pascal weer. Daarboven zitten van die doppen. Daar. Dat heeft hij ook al gerepareerd. Er zat ook weer koper op aluminium aangesloten. En nu hebben Pascal en ik hier net de bank weggehaald. Heel even met de stofzuiger rondgelopen, want honden met heel raar. Maar hij gaat dadelijk beginnen met daar. Even kijken, daar moet ik wijzen. Nog een stroompunt maken. Want aan deze kant van de woonkamer hebben wij niks qua stroompunten. Dus dat gaat hij voor ons fixen. Dat is heel erg fijn. We hebben nu even stroom trouwens, dat kunnen jullie wel zien. TV staat aan en Taylor Swift zingt de longen uit haar lijf. Maar ja, nu hier toch alles mooi weg is, kan ik deze ramen goed gaan lappen. Dus dat is wat ik ga doen. Elektra heeft heel eventjes een korte lunchbreak. Daarom kan ik even de camera erbij pakken. Ik zal dadelijk ook even vragen of ik wat mag filmen als hij hier bezig is. Dat heb ik nog niet gedaan, daarom hebben jullie hem nog niet op beeld gezien. Maar hij is in ieder geval lekker bezig en hij zal hier deze week ook wel de hele week zoet zijn. Mackie, vind jij het zo gezellig met de meneer? Oh, en hun, alle hondjes. Die willen de elektricien natuurlijk al te graag helpen. Dus die moeten daar weer aan deze kant, kan het poortje dicht. En dan kan de elektricien hier lekker rustig aan het werk. Maar ik begin weer een boekwerk te schrijven. Ik ga ramen lappen en ik zal dadelijk even vragen of ik iets mag filmen wat hij is aan het doen. Op de slaapkamer zitten de stopcontactjes. Hier komt één met 3 stopcontactpunten en daar eentje met 4. En hij was net bezig met hier alvast af te meten hoe of wat. En daar alles aan het aansluiten, maar hij is nu op de zolder. Alle bedrading loopt hier naar boven naar de zolder toe. En dan via de zolder wordt alles verdeeld over het hele huis. Dus daar moet natuurlijk ook alles aangesloten worden. Het stopcontact hier is geplaatst. Slaapkamer open, maar er staan kasten al voor. Nu gaat hij hier halen, want daar komt ook een stopcontact. We zijn er nou met verlengsnoeren bezig, maar dat is natuurlijk niet heel ideaal. Dus daar komt een nieuw stopcontactje. Kijk, het is tijd om hier in de moestuin aan de slag te gaan. Maar wij gaan even de schaapjes binnenzetten. Dan gaat ze eerst pissen. Ik dacht, het is misschien wel grappig om dat met een van de showballs te doen. Helemaal niks heeft met schapen voor de verandering. We gaan het zien, hè? Nou, tot zover schapen drijven. Maar de schapen gaan wel naar de stal. Dus ze doet toch iets goed, hè, Bo? Bo, heb je dat goed gedaan? Wauw, heb jij de schaap even binnengezet? Wow, wat goed. Gaan we ze hooitjes geven? Kom, dat moet ook. Wil je ook hooi? Wil je ook hooi? Nibbit. Ja, Nibbit. Kom, we gaan hooi eten. Kom, kom Nugget. Fijn toch? Ja. Kom maar 50. 50 bieten? Ja. Dan gaan we mooi kras gaan aan opeten. Lekker!
zien hoe we die nu trekken kunnen. Sanda! Ik wil van de wagen laten worden. Ja? Doe dat. Ja, en dat hek van de buren gaat steeds verder naar achter. Moet je kijken hoe krom die palen staan. Ja, weet ik. Maar die bonen zien er goed uit, hè? Ja, natuurlijk. Veel bloesem, dus het kan zijn dat we veel bonen krijgen, ja. Dan pakken we deze volgend jaar weer uit. Spekbonen en de sneeuwbonen. Ja. Goedemorgen, ik sta in de stal bij de beestjes, want ik wil jullie heel even de voetjes laten zien van Nugget. Al staat Nugget in de wei, oh, hij is onderweg. Nugget zijn voetjes, die moeten namelijk getrimd worden weer, dus Hoefsmid komt langs. Of ja, zijn hoeven moeten getrimd worden, dus Hoefsmid komt langs. En als hij toch komt, kan hij meteen alle paardjes doen. Dus ik ga jullie heel even de voetjes laten zien van kleine Nugget. En dan ga ik richting Somma, want hij begint daar met de paardjes. En daarna komt hij mee naar hier. Dus ik ga gewoon de voetjes laten zien van de kleine man. Want over een kleine 5 minuten zoiets, dan staat hij al op de stoep daarachter. Dus ik moet wel een beetje opschieten. Jij bent niet Nugget, jij bent Nibbit. Jouw voetjes zijn eigenlijk nog goed, hè? Laat eens zien. Kijk, zijn hoeven zijn nog goed. Maar dat geldt voor zijn broer anders, maar die komt niet. Die staat daarachter, dus ik loop al even naar hem toe dan. Kijk, daar is hij hoor. Kleintje spookje. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Kijk, zijn hoefjes zijn een scheur, hè. Hij heeft geen zin om het te laten zien. Maar ze zijn een beetje lang aan het worden. Dus dat betekent dat er een stukje vanaf moet. Kijk, nou zie je het wel een beetje, zie je? En dat heeft hij bij dat andere hoefje aan de voorkant ook. Maar dat is gewoon omdat ze te lang zijn. Dus achter zijn zijn hoef ook wat lang. Dus het is eigenlijk wel tijd dat Smit komt. Wat kom jij doen? Ik ga even naar jullie grote broer, goed? Die hebben jullie nog nooit gezien, hè? Nee. Grote broer hebben we nog nooit gezien. Moeten we ook maar eens doen, hè? Kom zo terug, oké? Samen met Hoefsmid. Ja, dat is jouw vriendje dan. Hè? Ja. Voor jullie komt niemand op bezoek hoor. Nee. Jullie voetjes doen we zelf, hè? Ja. Kriebeltjes. Je ook kriebeltjes. Je ook kriebeltjes. Ik ben weg, want ik ben wel veel te lang hier aan het treuzen. Ja, tot zo. Zoom, kom je. Het is jouw beurt. Ga je mee? Komt u maar, draaien. Kom. Je hebt geen zin, hè? Kom toch maar mee. Ja. Goed zo, bewegen. Ja, je hebt dezelfde. No, je hebt dezelfde. Mackie. Goed zo. Blijf dan, Mackie. Goed zo. Wat is niet te dicht bij de pony? Wat is niet te dicht bij de pony? Goed zo, Mackie. Goed zo, Mackie. Ik
kent echt nergens angst voor die, hè. Vreten! Ik ben zo hetzelfde als het vrouwtje. Vreten! Dan staan ze met z'n drieën in de schaduw. Maar ik zie dat ze alle drie in de zon staan. Ongelooflijk. Hé, Mackie? Vind je leuk, hè, Mackie? Maak je spelen, hè, jong. De hoefsmid is net weg. Ik zit in de auto, want ik ga even naar de winkel. Paardjes waren in principe allemaal heel braaf. Alleen bij Nibben en Nugget had ik even wat meer handen nodig, dus kon ik niet echt filmen. Somma die blijft altijd prachtig mooi stilstaan, dus dat is voor de hoefsmid alleen maar heel fijn werken. Maar die kleine mannen, die moeten nog een beetje oefenen met wat de hoefsmid nou precies inhoudt. Zoals ik al zei, ik zit in de auto, want ik ga even naar de supermarkt. Ik denk niet dat ik daar iets ga filmen, want... Het zal wel heel druk zijn, want het is vakantieperiode natuurlijk nu. Dus ik pak jullie er straks thuis erbij. De elektricien is ondertussen ook alweer lekker bezig. Die is in de woonkamer bezig met het laatste lichtschakelaartje te fixen. Hebben ze ook weer zo heel mooi professorisch in elkaar gezet. Dus het is echt goed dat we die stroompunten allemaal opnieuw laten trekken en vervangen, zei hij. Daarna moet hij in het voorraadhok aan de slag. En als hij dat heeft gehad, gaat hij in de keuken beginnen, waar we dus al ruim een half jaar geen stroom meer hebben. Dus we zijn heel blij dat hij er is. Hij ligt goed op schema, wat ook fijn is natuurlijk. Maar ja, ik ga mijn verhaaltje afronden. Ik ga even lekker naar de supermarkt. We gaan even dit grappige bordje ophangen op het poortje van de moestuin daar. Waarom praten jullie zoveel? Net als dit bordje hier van de schapen. Leek ons dat wel grappig om dit op te hangen bij de moestuin. Het is wel een toepasselijk tekstje, toch? Kijk, dit is toch super grappig? Ik vind het helemaal fantastisch. Ik denk dat ik nu verder ga met het bijten van dit hekwerk. Dat ik dan daarachter begin en zo hierin kom gebijt. Want meneer de elektricien is lekker binnen bezig. Dus ik hou me hier achter met de hondjes. Het is vandaag een beetje bewolkt. Al moet ik zeggen, nou schijnt het zonnetje toch wel aardig als ik dit zeg. Het is zo'n 30 graden, maar omdat het de hele tijd afwisselt, is het buiten goed te doen. Dus ik denk dat dat wel een goed plan is om dan toch iets productiefs te gaan doen vandaag. Dus ik ga even de boel opruimen, andere kleren aandoen en dan is dat een mooie klusje voor mij om de middag mee te starten. Het is bijna 2:30 nu. En met de hoefsmid, dat heeft allemaal wel eventjes geduurd. We hebben meteen daar alle paarden verzorgd. Hier thuis de beestjes allemaal gedaan. Ik ben even naar de winkel geweest en dan tikt de tijd toch wel aardig door. Maar dan kan ik nog even iets lekker productiefs gaan doen. Dus ik ga mijn blikbijt pakken, even wat anders aan. En dan gaan we gewoon lekker in de tuin aan de slag.
is lekker warm, maar bewolkt met een behoorlijk windje. Dus ik weet ook niet of jullie mij verstaan. Dus ik doe nu gewoon afwerken van die paal tot deze paal. En dan vind ik het wel welletjes geweest. Dan is het ook warm genoeg voor de honden geweest. Want die zijn hier natuurlijk bij mij. En dan gaan we lekker naar binnen en dan gaan we hier van de week gewoon met mijn vader. Ik weet eigenlijk niet wat ik met de kwast ben. Een soort microfoon of zo. Daar is de vrachtwagen met het laatste stuk omheining voor de wei. Dus kunnen we daar van de week ook mee gaan beginnen. Nou is het ook echt de temperatuur voor om lekker in de volle zon te staan om bij de palen te plaatsen. Maar alles voor onze beestjes natuurlijk. We gaan eens kijken hoe het eruit ziet. Ja, alles voor onze beestjes. Alles voor onze beestjes, Pascal. Het ziet eruit als heel weinig, hè? Ja, het ziet eruit als heel weinig. Maar dat is die theeposten. Die zijn dus ook klein, of klein. Die kun je in elkaar douwen. Ja. Nou, dat is dus voor het onderste stuk wei. Kijk, dit zijn de theepospalen die we nog nodig hadden. Daar worden mee gewerkt in de wei. En in deze doos, ik weet niet of die open is, zal wel niet. Nee, kan ik natuurlijk wel even openmaken. Daar zitten alle koppelstukken in die we nodig hebben. Om het lint vast te maken. En touw. Of draad en touw, weet ik zo hoe je het moet noemen. Kijk, deze dingetjes. Dus wij kunnen weer aan de slag. Deze zijn weer aan de hoeken. Dus ja, ik denk dat we vandaag nog gaan beginnen daaraan. Maar dat zien jullie vanzelf wel in de vlog of we dat hebben gedaan. Ja of nee. Het is nu 4:00. 4:30 alweer bijna. Dus eerst zo meteen maar even gaan eten. En dan na het eten kunnen we hier wel alvast een beetje mee gaan spelen, denk ik. Wij gaan lekker buiten aan de slag. Ik kijk graag in de zon. Ik ga jullie even laten zien wat we gaan doen. Want ik heb hier alvast wat palen meegenomen. Want we gaan de omheining veranderen. En daar kunnen we nu mooi mee beginnen. Dus dat gaan we lekker doen. Kijk, we hebben nu daar dwars naar de overkant een paar draden gespannen staan. En die gaan weg. Die komen hier naartoe. Want we willen vanaf deze paal de draden gaan spannen naar de overkant daar. Zodat de wei dadelijk iets groter wordt. En we gaan dan dit stuk betrekken bij de paddock. Zodat de beestjes hier lekker kunnen rondlopen. Onbeperkt. En dat we de weidegang een beetje kunnen gaan beperken. En dat doen we natuurlijk wel met een reden. De schaapjes die gaan verhuizen vanaf volgend jaar. Die krijgen hun eigen nieuwe grote wei. Maar zoals jullie hebben gezien zijn onze ponies echt moddervet. Dus de hele dag op de wei staan, dat kunnen ze niet gewoon niet. Daar worden ze gewoon echt dik van. Dus we moeten dat goed gaan managen. Nou vinden we het een beetje sneu om ze de hele dag op stal te zetten. Gaan we dus ook niet doen. Dus we hadden bedacht, als we nou het hekwerk van daar naar hier halen. Dan hebben ze dit stuk hier zonder gras, waar nu al praktisch niks staat. En dan kunnen ze het daarachter lekker eten. Maar de dag als we dan de wei iets groter maken, hebben ze ook daar wat meer metertjes om te lopen. En we gaan dat doen, zodat we dit hier dan als zijnde paddock kunnen gebruiken. Samen met het stuk daarboven, waar ze nu al het 's nachts altijd staan. Dan kan het draadje daar tussenin altijd open blijven. En dan hebben ze gewoon net wat meer ruimte om lekker te lopen. En hier, waar ik nu naar keek, van die paal tot die paal, daar komt nog een extra schuilstal voor de beestjes. Dus dat gaan we ook doen. Maar vandaag gaan we die draad dan een beetje verplaatsen daarachter. Dat we dat in ieder geval al hebben gehad. En dan de loop van de week, morgen vroeg ook, vroeg uit de veren. Want het is hier lekker warm. En dan kunnen we gaan beginnen met dit onderste stuk weide omheinen. Wat we nog moeten doen. Ben je er klaar voor, baas? Ja, is dat de stroom uit? Ja, de stroom is uit. En volgens mij heb ik mijn zegje wel gedaan. Ik denk wel dat jullie het snappen, toch? Stap 1 is een touwtje spannen van A naar B. Zodat we al die palen recht gaan zetten. Dus dat gaat Pascal nu even doen. Met al zijn vrienden. Hier is een paal. Schat. Ja, gaan we op de kant staan.
neemt een waterpas en je neemt een hamerklopding. En dan? Hoe klopt het? Sla je wijf voor de kloten, want die moet je uit de kloten van buiten weer. Goed, het wordt zo. En dan? Wat heb je dan ook tussen? 1, 2, 3. Kijk, we hebben deze dingen van de poort daaronder afgehaald. Die hebben we nog hier opgemaakt. En dan kunnen we die touwtjes, wat we daar hadden gebruikt, mooi hier opklikken. En als het goed is, als we het goed hebben opgemeten, moet dat precies passen. Maar dat gaan we nu zien, want de chef is ermee bezig. Als het niet past, krijgen jullie het te zien. En als het niet past, krijgen jullie het ook te zien. Het past niet. Het is een beetje losjes. Mag iets strakker. Maar dat is een kwestie van even spannen. Dat is niet zo spannend. Ja. Nee, dit is perfect. Dit is inderdaad wat jij zegt, als hier een spanning op komt te staan en die ook, dan zit dat perfect. Kijk, als ik hier een trek zie je dan. Dat hebben we goed gedaan, hè? Nu de rest nog. Hoe ben je al van het werk? Je ligt hier gewoon te maffen. Ja. Ben je ook aan de? Hoi, Bobby. Tada, dat is klaar voor nu. Twee keer koor, twee keer lint. De rest daarachter, dat hangt nou natuurlijk allemaal slap. Dit staat wel op spanning, behalve die bovenste dan. Die kan hetzelfde verhaal. Dat staat op spanning, behalve de bovenste. En morgen gaan we vroeg uit de veren. En dan gaan we verder met de rest van de omheining zo helemaal rondom. En dan kunnen de beestjes, als wij hier bezig zijn in de wei, kunnen die gewoon hier in de paddock rondlopen. En dan hebben die lekker hier een beetje ruimte om rond te struinen. Terwijl wij daar bezig zijn, hoeven ze niet de hele dag op stal te staan. Dus we gaan nou eten maken en dan ploffen op de bank. Ja, die heb ik bij die paal gelegd. Ja,
Pasco was een roltouw aan het zoeken. Maar het is 8:30, dus wij ploffen op de bank. En we moeten nog even avondeten, dus we zien jullie morgen weer. Ik zal jullie nog heel even gauw de stand van zaken laten zien in de keuken. Want het is echt één grote bende. Het is echt een zooi. Ik ga de camera omdraaien. Jullie heel even een korte uitleg geven over wat hier gaande is. En dan gaan wij eten en pak ik de camera er gewoon morgen vroeg al bij. Maar ik kan het beter nu even laten zien dan als de elektricien hier morgen weer rondloopt. Kijk, we hebben hier allemaal van die punten. Daar ook, daar, 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 daar en hier ook. Dat waren allemaal stopcontacten. Ja, die op de grond, of op de grond, boven het werkblad dan. Die daarboven niet. Maar alles zat vol met aluminiumleidingen, met koper en van alles door elkaar heen gemixt. Dus de elektricien is hier alles uit elkaar aan het halen. Maar hier zit geen oplossing meer aan. Daarom is het hier ook een puinzooi, want overal staan spullen. Dus hij gaat het nu anders doen. Die kast daar, die gaat sowieso weg. Hij gaat morgen via de tuin van de buren aan die kant, dus aan de achterkant van ons huis, gaat hij nieuwe leidingen boren door de muur heen. En dan omhoog richting de zolder. Dus hier komt gewoon alles nieuw. Want in die muren zitten allemaal van dat soort punten. Die zitten hier achter de tegels. Dus we weten niet waar. En hij wil de tegels niet kapot gaan maken. Dat, ja, hij wil dat echt als laatste optie gaan doen. Terwijl ons dat niet echt boeit. Maar lang verhaal kort. Ik weet ook niet of ik het een beetje goed kan uitleggen. Volgens mij komt het nog wel een beetje chaotisch over wat ik vertel. Maar lang verhaal kort. Hier in de keuken is alles echt rotslecht qua stroom en elektriciteit. Ook heel gevaarlijk, omdat ze aluminium en koper hebben aangesloten op elkaar. Dus dat is gewoon heel gevaarlijk. Dus ja, we roepen maar gewoon alles eruit en dan komt er alles nieuw in. Dan weten we tenminste zeker dat het goed is. Dus dat gaat hij doen. Hij denkt dat hij sowieso morgen en waarschijnlijk ook nog overmorgen hier bezig is in de keuken. En tot die tijd is het hier een lekkere teringzooi. Want dat is het echt wel. De keuken is nog nooit zo vies geweest als nu. Maar ja, dan kijken we maar even doorheen. Dit is de stand van zaken. En ook dat is de realiteit. Ik ga nu ook verder met het eten. Ik ben daar achteraf begonnen. En dan is het avond. Dus tot morgen. Voor de laatste keer dat ik dat zeg vandaag. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Wij zijn lekker vroeg uit de veren. Het is nu iets over 5. En we gaan beginnen aan de omheining. Kijk. Hier liggen wat palen, dus ik ga die meenemen naar achter. Pascal is al daar. Gisteren hebben we al een stukje veranderd, dat hebben jullie kunnen zien. Maar vandaag is het tijd om verder te gaan met de echte omheining plaatsen om het stuk waar nog niks staat. Volgens mij heeft deze mouwmouw hier nog een beetje honger, dus we gaan deze mouwmouw even voeren. Ja, goed? Ik ga even de kat voeren en dan is het tijd om aan de slag te gaan. Bijna lag je op de grond, hè, mouwmouw. Ik ben bezig met die netten daar even weg te halen. Pascal is daar bezig met de tijdelijke hoek af te breken. En ondertussen staat hij de ponies te pesten. Kijk, Nibbit. Nibbit al hierheen naar het gras. En Pascal had net vergeten daarachter waar hij nou staat het hekje dicht te doen. Dus je kon je al dekken. Die twee daar. Nugget ook die wat daarachter staat. Die rende hier heel vrolijk rond door de wei heen. Staat helaas niet op camera, maar we hebben ze weer gevangen. Hondjes zijn ook lekker mee. Die lopen hier bij mij rond. Dat is wel grappig altijd. Altijd als ik buiten ben, lopen alle honden met mij mee. En kijk, Pascal die staat achter en daar is niemand. Voel jij dat hoor? Het regent! Het regent! Dat is bizar. Het zou vandaag 35 graden worden, maar een beetje druppeltjes vinden wij niet erg. En ik denk hier... Onze wei ook niet. Dit stuk is redelijk weer aan het opkomen. Dan hebben we daar beneden nog een stuk. Daar staat nog gras en luzerne mix. En we hebben die kant nog. Die staat ook vol. Dus de beestjes hebben gras zat. Dus het wordt tijd dat we hier een hekje gaan plaatsen. Maar ik heb genoeg verteld. Ik ben bij mijn netten gekomen. Ik ga wel verder met netten opvouwen. Kijk, Pascal heeft hier het bovenste touwtje gepakt. En daar is hij mee naar het einde van de wei gelopen. Naar de grenspaal. Dus daar maken we die vast.
zetten we deze een beetje op spanning. En dan gaan we een perfecte rechte lijn over onze erfgrens heen voor de palen te zetten. En dan doen we dat eigenlijk ook daar langs die weg. En helemaal terug naar boven, idem dito hetzelfde. Oh, ik ben helemaal buiten adem van die bergen gelopen. Het is tijd om palen te gaan zetten. Of ja, ik moet dat net nog weghalen. En dan is het tijd om palen te gaan zetten. Ja, toetie! Fender, goed zo. Fender heeft zijn tuig aan en zijn lange lijn. Want Fender's oren die doen het niet zo goed als die van de boorders, hè, jong. Ja, Fender gaat gewoon aan de wandel. Ga je voetballen? Ja? Ben je een voetballer? Moet dood, hè? Ja. Kijk, we zijn goed op weg. We hebben dat stuk al staan. Nu hier nog een stukje. Hoe lang zijn we nou bezig, denk je? 2 uur of zo? Het is niet meer tijd dat de vlog als in de palen erin staan, hoor. Dat is weer allemaal kwatsch. Wel grappig, hoor, ben jij, hoor. Nou, had je graag dat ik jou een paal zou brengen? Even me door! Hoi! Waar is die andere paal? Die is op. Deze heb ik net meegenomen. Wat is die stapel voor mij dan? Ja, dat heb ik toch die stapel voor jou, die heb je helemaal daar boven uit je handen laten vallen. Ja, maar ik heb net een stapel meegenomen. Ja, die hebben we net toch opgemaakt. Zo, dat is genoeg voor nu. Pascal gaat alvast naar terug naar boven. Want de elektricien die kan ook elk moment komen. Maar we hebben hier deze kant staan. En daar de hoek. Dan kijken we even of we vanavond of morgen verder gaan met die kant zo dicht te zetten. En dan als allerlaatste doen we dit stukje. En dan moeten we natuurlijk nog alle touwen en linten gaan spannen. Maar eerst maar zorgen dat die paaltjes staan. Ik heb geen idee of jullie mij een beetje kunnen horen, want het waait weer behoorlijk. Maar ik ben hier met mijn goede vriend de Bosmaaier. Want ik ga even rondom ons wei alles maaien. Zodat we met het plaatsen van de draden en de koorden in ieder geval geen last hebben van het gras wat daar staat. Pascal die gaat in de tussentijd even aan de slag met de hoekpunten wat we hebben op ons weiland. Ik ben zo leuk aan het wijzen, maar jullie zien dat helemaal niet. Maar daarachter 2 hoeken, boven 2 hoeken, nee 3 hoeken. Dus dat gaat Pascal even doen, zodat dat allemaal netjes is afgewerkt. En dan kijken we wel of we vanavond nog aan de slag gaan hier. We stoppen er dadelijk wel mee, want het is nu bijna 12 uur. En de temperatuur die begint weer lekker op te lopen, zoals het... de afgelopen week hier sowieso heeft gedaan. Dus wij gaan dadelijk lekker naar binnen wat klusjes doen. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik nog heel even met de bosmaaier. Want dat scheelt weer een klusje voor als we verder gaan met het plaatsen van de draden. Ja, bij het laatste.
een YouTuber. Ik ben helemaal klaar met de bosmaaier. Ik heb hem net daar achter mij opgeruimd waar hij thuis hoort. Ik ga nu naar binnen met de hondjes. En dan weet ik nog niet wat we gaan doen. Het is nu 3 uur. Ik heb met Gwen afgesproken dat ik rond 6 uur de paardjes ga doen. Maar volgens mij heb ik al meer dan genoeg beeldmateriaal verzameld. Dus ik ga niet meer filmen bij de paardjes. Dat betekent dat ik deze vlog ook ga afsluiten. Dus ben jij benieuwd hoe de nieuwe omheining gaat worden? Kijk dan zeker onze volgende vlog. Want daar is dat allemaal natuurlijk in te zien. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Even een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En laat hieronder een leuke reactie achter. En dan zien we jullie weer terug bij onze volgende video. Doei! Er waren een paar vliegen.